Er is nog steeds geen water, geen stroom, geen telefoonverbinding. En in dit hotel zitten niet alleen maar mensen die hier als toerist zijn gekomen, maar er zitten ook mensen die hun hele huis zijn verloren en geen enkel zicht hebben op wanneer ze weer terug kunnen komen. En dat hebben de mensen hier sowieso niet zo goed. Alles is verwoest. Het gaat enorm veel geld kosten om dat te herstellen. En alles wat er moet gebeuren om het te herstellen, moet ook van buiten Sint Maarten komen. Al het hout, al het glas, al het steen, alle materialen. En ja, heel veel mensen zitten dus nog voor een hele lange tijd in onzekerheid. Vandaag komt de koning aan. Die gaat het eiland hier bezoeken, samen met heel veel andere Nederlandse pers. En de koning schijnt hier ook ergens op het eiland te blijven overnachten. Wij gaan vanmiddag met het leger op patrouille en dan gaan we naar de hoek van het eiland aan de Franse grens. En daar schijnt echt de ergste verwoesting van het hele eiland te zijn. Dus ik ben heel benieuwd wat we gaan aantreffen.